Wouter. Ah, man, Pieter. Pieter. Ik ben echt niet camera genie, dus nee, je hoeft niks. Zet het gevoel aan je bakkie. Ja, als in een short shift erop. Oké, ja, dat voelt ze van. En even licht vliegwiel, dus dat. Ja, voel ik ook, ja. Ja, en stijve motorsteun, stijve. Alles, ja. Alles is stijf. Alles is stijver. We gaan even die kant om, want ik was een paar keer ben ik daar heb ik ook echt een enorm hobbelige weg. Op een of andere manier denk ik, deze auto verdient een andere auto. Stukje sneller. Nou, het interessante is, het is vuurwerkseizoen. Ja. En we zitten vlak bij de Duitse grens, dus er rijdt vrij veel, zeg maar, van de tegenstanders. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik al gemerkt. Ja, ja, dat klopt. Ja, ik ook. Die waren niet op zoek naar mij, want ik had geen vuurwerk. En ik zag ook niet uit of ik dat bij me had, maar... Pieter, we zijn in de 997. Yes. Carrera 4S. Carrera 4S. We gaan het straks al over je modificatie, maar was jij specifiek op zoek naar een 4S? Nou, eigenlijk niet eens. Ik had hiervoor een Boxster S. Oké. En die heb ik mei dit jaar in de hagel in de sloot geparkeerd. Oké, dat is minder. Dat was zeker minder. Ja. Yeah. Maar ik heb het. Hij was tot los verklaard. Yeah. Niet eens vanwege de schade, het was niet eens hard gegaan. Maar... Gewoon, dat was net geworden. Ja, dan houdt het wel op. Ja. Dus ik word nu ergens in, weet ik voor waar verkocht, als van een oud vrouwtje geweest. Heel schattig. Hij staat de kool vlak bij Rotterdam. Oh, oké. Okay. Meer zeg ik niet. En, nou ja, nu mijn garage. Ik heb hem bij een specialist, de Porsche Brakelijk, in mijn onderhoud. Yeah. En die had een Carrera 2 te koop staan. Yeah. Met dezelfde kilometers en deze 4S. Ja, eerst met die Carrera 2. Ja, dat was wel leuk. En toen ging ik met deze, denk ik, ja, hij is wel weer een stukje duur. Maar denk, ja, ik koop hem nu één keer, dat is mijn droomauto. Ja, dat is ook hem ook gewoon één keer goed. Ja. Dus, maar ja. Wat was het verschil dan tussen de 2 en de 4S? Had deze al die modificatie over? Nee, dat was helemaal standaard. Ja, standaard. Maar waarom dan toch voor die 4S? Wat en de white body van achter. Ja, dat vond ik wel echt een stuk mooier. Ja, nee, eens. Dit is ook mooier. En, ik denk voor in de winter, misschien ook voor je vierwielend rijden, eigenlijk in de regen, hè? Mocht ik hem weer in de sloot. Ja. En dat was eigenlijk de voornaamste reden. En voor de rest was het wel gelijk uitgevoerd. Ja. Ja, hagel, even serieus, want dat is gewoon, dan kan het een ijsbaan zijn. Dan, ja, wel, dan dat heeft dat niks meer met aandrijfconcepten te maken. Nee, dat is ook zo. Dus ik weet niet hoe het gebeurd is en dan ook niet over te hebben. We gaan een leuke video maken, lekker over de auto houden. Maar je was wel meteen overtuigd van, joh, het moet wel gewoon weer Porsche komen. Dus niet heel iets anders, ja? Ik heb ook gekeken naar Audi R8. Ja, ook leuk. Maar... Maakt helemaal geen herrie. Je hebt ook gekeken naar een R8. En dat is ook zo'n auto die ook wel een beetje bij mij blijft kribbelen. Dat ik denk, dat is wel gewoon heel gaaf. Ook op een andere manier een icoon, maar wel een icoon. Ja, dat is absoluut. Ja. Die vind ik er wat, die ziet er wat uitbundiger uit dan een 911. Ja, maar dat komt volgens mij ook vooral omdat we de 911 zoveel zien. Ja, dat is volgens mij onder de sport wel. Ja. Maar ja, ik denk van, daar gaat straks toch een kriebelen naar een 911. Ja, dat is toch altijd mijn jongensdroom geweest. Ik ga het gewoon doen. Oké. Even kijken waar we mee gaan. Lastig. Ik ken hem weer hier niet. Nou, ik ook niet. Dus, maar je bent nog niet zo oud, toch? 25. Van 6 jaar terug heb ik een deel van de zaak overgenomen voor de helft van mijn ouders. Ja. Mijn vader die werd ernstig ziek. Ik overleden helaas. Lang geleden of recent? Vorig jaar oktober. Vorig jaar oktober, oké. Okay. Dat is minder. Ja, 4 jaar lang ziektebed. Ja. Yeah. Dus dat, een beetje dieper gegooid. Dat is, 80 uur in de week werken, we zitten in de vishandel dan. Ja. Yeah. Maar bij komend voordeel is je verdient wat meer. Nee, dat is zo. Maar dat is ook, ieder huisje heeft zijn kruisjes, een uitdrukking natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook wel zo. Van, je bent ook even wat sneller volwassen moeten worden. Ja, absoluut. Hè? Toen
toen mensen naar een festival gingen en iedereen zou eraf de lampen waren. Ja, ik viel in slaap, want ik was moe gewoon, weet je wel, dat is ook zo'n dingen. Yeah. Ja, je moet de dingen voorop geven, maar je krijgt ook weer... echt een dichter terug. Ik denk niet dat ik krijg het gras buiten nu. Nee. Ja. Tenminste, qua uitgaansdingen en zo. Nee, sorry. Ik had liever al dat je vader er nog wel was, ja, natuurlijk. Ja, zoals het naar dat soort dingen. En toen, ja, toen kocht ik deze en onder die box had ik ook een... ja, er was ook een opengewerkte uitlaat helemaal. En die klonk echt gewoon... Nou, er zat een bepaalde jank zat erin. Die klonk net als een V12. Ik kan wel opzoeken even. Ja, dan gaan we even stilstaan. Jij hebt een filmpje, hè? Dus door de Schipholtunnel. Ja, dat komt ook. Dat is wel Formule 1 geluid, ja. Toch? Hè? Ik wist niet dat je dat uit de boxen kon krijgen. Nee. Ja. Die uitlaat had ik... Wat voor uitlaat was dat dan? Dat heet... Engels uitlaat, hoe heet dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, het was geen man, zo gek duur was het niet, ook niet. Nee. Zeg, uitlaat voorbij komen van 4.000-5.000 euro. Ik denk, nee. Ja, nee, dat klopt. Ja. Nee, en dit was 1700, ja. Inclusief montage. Ja, gewoon een spruitstukken, katalysators en de klep uitlaat. Ja. Ik, nou. En die heet ook niet helemaal standaard. Je kan de klep ook wel dicht doen. Ah, oké. Nou, dat hoeven we nu niet, maar oké. Okay. Nee, dus je kan de klep in. En wat is dit dan voor uitlaat? Dit, dat heet Design Tech. Ik kwam een keer een site tegen, een Engelse site, die doet allemaal 9-11 onderdelen. Daar komt de motorsteun en alles vandaan. Ja. En eerst ik zag te kijken, je had de fabrikspieren en alles. Nou ja, dat vraagt ook dat complete set, 5.000-6.000 euro. Ja. Ik van, ja. Ik heb die auto gekocht, ik heb de motor geblazen. Ja? De motor in. Echt waar? Ja. Joh. Nou, het is compleet gereviseerd blok, zeg maar. Ja. Dat wel, maar alsnog. En ik denk, ja, alles is er nou uit. Dus ik doe meteen ook helemaal alles. En is maar even heel hard janken. Ja. En toen heb ik alles tegelijk maar gedaan. Ja. Nu gebeurt het ook, je zit ook even via remslang heb ik eronder laten zitten, de hele flikkerse bende. Ja. Je hebt wel echt lekker aangepast inderdaad voor wat jij ermee wilde. Ja, maar hij is de purist die zal ervan walgen. En dat vind ik er juist gaaf aan. Nou ja, weet je. Dat is, kijk, het is jouw auto. Ja, dus dat blijf ik zeggen over. Ik vind hem, dit geluid is wel vrij heftig. Dat ik denk, het is wel grappig. Ik heb een 9 of 2 weken geleden. Ik weet niet wanneer we deze video uit zijn. Mijn auto dan heb voorgesteld. Mijn vriendin, een van de eerste dingen die ze zei. Ja, vergeleken met de BMW klinkt hij wel een beetje tammetjes. Daar moet je wel wat aan doen. Yeah. Terwijl zij niet. Zij is normaal gesproken niet van dat soort uitspraken. Dus ja. Dus, maar dit is wel. Dit is wat te maken. Leuk voor die wandelaars hier. Ja. Ik krijg zelfs een grijnige blik hoor ineens. Ja. Maar verder vind ik ook een velg en zo wel echt wel fraai. Dus het is niet. We hebben vandaag ook een aantal met gele stickers, een C63 Edition 1. Ja. Dit is qua uiterlijk eigenlijk heel erg ingetogen. Ja. Maar dat vind ik juist leuk. Ja. Ik heb het ook wel eens gehad in Amersfoort. Ik woon in Spakenburg. En dan vlak bij Amersfoort. En dan had je er eentje een beetje stoer te doen met een C63 op mijn gas geven. Ja. Toen stond er een caddy tussen en ik stond erachter. Ik dacht, wacht even, ik zet de klep even op. Ja. Ik moet flink richting zijn stoel beginnen, weet je wel. Toen hield hij in één keer op mijn gas gegeven. Even overdroefd, ja. Ja. Ja, heel gaaf. Ik qua snelheid is het absoluut niet eens de snelste auto die er is. Maar nee. Gewoon qua rijbeleving zoals ze nu is, ja. Dat doet het hem. Harder motor.
tandwielsteunen ligt een vliegwiel om zeg maar netjes te koppelen. Denk ik, oh nou, ik vind dit gaaf, maar... Het is even wennen. Even wennen. Ja, ja, absoluut. Want je hebt dus hardere motorsteunen, lichte vliegwiel. Zee lichte vliegwiel, stijve transmissiesteun. Ja. Nou, die koppeling ook natuurlijk dan erop gezet. En KNN inlaat zit erop. Ja. Nieuwe spruitstukken, 200 cells racecatalysators, die kleppen, die klep-eindempers dan. Ja. Short shifter is erop gekomen. Ja. En EVS remslangen. En achter schoks nog een keer op zijn, zijn er ook een setje bilstein. Oké. Okay. Nu wel. Ja. En dit jongens duren nog, dus dat komt ja. Ja, maar je hebt zelf een motor opgeblazen, wat was echt gewoon een... Nou, ik wilde al deze velgen. Ja. De banden waren bijna op zijn. Ja. Dus ik dacht van, ik ga donus draaien. En ja, dit, die heb ik voor jou ook. En deze hebben allemaal nog wetsumsmering. Ja. Dus ja, ik draaide zo'n rondje, de olie is één kant op gegaan. Ja. En dat, toen ik stopte, hoorde ik hem heel even tikken en toen was het weg. Ik noem het zo allemaal. Ja. Met de borststreek ook eens een keer gehad. En nou, leek op een klevende klep te zijn, weet je wel, toen was het weer weg. Ja. En dan heb ik 50.000 kilometer verder mee gereden, er ging niks meer, niks meer kapot. Nee. En nou, die week erop ging ik naar de Sneekweek. Ik reed bij Lelystad. En ik had even vrij baan, ik schakelde terug naar z'n vier. Op een gegeven moment draaide die 6000 woorden, maar dat hoorde in één grote rookwolk en is het allemaal stukjes. En de motor sloeg af natuurlijk. Yeah. Ik heb er al foto's van hoe het blok eruit zegt, het blok was opgeblazen. Er is niks meer van over, we gaan niet meer te redden. Nee. En, jezus, dat is balen. Ja, dat was zeker balen. En die duur ook. Ja, ja. Dan is hij de garage. De garage wist een motorbouwer, die was toevallig met eentje bezig. Yeah. En dus, ja, hij zei, ik kan dit blok proberen te maken, ik weet niet wat dat gaat kosten. Hij zei, voor 9.500 euro hebben ze daar een compleet nieuw opgebouwd blok. Yeah. Ja. Dat bleek ex-BTW achteraf ook nog. Ja. Zij was dat in of ex-BTW? Nee, dat was een extra BTW. Ah, ja, okay. Dus kan ook twee roodjes bij. Ja. Ja. Ja, en die klep uitval had ik toen al. En toen dacht ik van ja, het is even duur genoeg. En toen denk ik ja, alles is er toch tussenuit. Ja, ja, dus weet je, dat is lastig op zo'n moment. Ja, je moet toch gefixt. Anders, ja, je kan altijd die auto met kapotte motor verkopen, maar dan loop je er gewoon niks uit. En dan heb je geen auto meer. Nee. Dus nee, I know. Yeah. En die auto is voor de rest hartstikke goed. Yeah. Ja. Yeah. Nou, zoiets van, bedoel ik maar. Ja. Yeah. Dus even huilen in de foto'shouding. Ding. Met je duim zuigen. Paul zei altijd al, een auto kopen is geen kunst, maar onderhouden. Ja, is, ja, zeker, zeker. Dat is de kunst. Ja, dat heb ik gemerkt. Ja, ja, nou ja, weet je, ik kan zeggen, ja, zien 9 of 4 zoveel, dat vind ik niet bijzonder, maar het is wel gewoon een sportauto. Dus die zijn gewoon kwetsbaarder qua techniek. Ja. En ieder onderdeel is gewoon duurder dan je verwacht. Absoluut. Ja, joh. Maar goed, nu is hij er weer. Hij is er weer in volle glorie. Ja, dat is echt bizar geluid. Maar als je nou dicht doet, dan gaat hij een beetje, ja, dan de bovenste knopje. Dan gaat hij boven in de Tourias klinken als een GT3. Is hij zo dicht? Ja, nu is hij dicht. Echt vanaf de 5000 toeren, dan begint echt te janken als een GT3, zeg maar. Gaan we nu even doen. Ja! Heb je, dit is meer het Porsche geluid. Ja, dat klopt. Dat klopt, maar allebei heeft het wel. Ja, ik heb het heel lang op. Ik kon het geluid heel lang niet thuis brengen toen als de kleppen open stonden. Maar ik zag op een gegeven moment een filmpje voorbij komen van Gijs van Lennemen. En die had die reed 1973 in een Carrera RSR. Ja. En daar lijkt het geluid heel erg op. Het is heel erg jammer. Ja, het is te moeilijk. Het is heel rauw. Ja. Het is niet de smaak, dat is ook zo. Ik vind het dit op de een of andere manier lekkerder. Ja, is, dit is lekkerder dan de andere spuurder. Ja. Is dit nou helemaal je droomauto, een 911? Ja. Ja? Altijd al geweest. Vanaf mijn 4 al, vroeger met Need for Speed. Ja. Daar had ik een 993 op het
dorode 99 turbo en dan ook alles mee. Dus toen had ik al zoiets van, ja, dat is gaaf. En toen een kennis van mijn vader, die had toen een 964 blauw. En ja, die zag ik constant, toen was ik verpest. Ik stuitte naar hem, ik had een beetje gras, een stukje mee meegereden. Ja, toen dacht ik van, ja, zo'n ding moet wel hebben. Ja, nou, 20 jaar later zitten we hier. Ja, heel gaaf. Maar wilde jij specifiek een 997 of wat was het? Ik weet niet beleden, maar 996 vind ik toch wel binnen mooi. Dat is een persoonlijke smaak. Ja. En ik vond vooral qua interieur. Ik had eerst een 4S 996 gezien ook. Ja. En dat vind ik ook een hele dikke auto om te zien. Ja. Maar toch van binnen vind ik hem best wel gedateerd vergelijken met een 997. Ja. Het was voor mij puur, de 4 was gewoon puur vanwege de dikke kont, ja, eigenlijk hoor. Want had je mijn achterwiel aandrijving, had ik hem ook gekocht. Ja, 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 sorry. Ja. Maar hij had nog steeds geen gretig te wijzen. Ja. Toen hij nog origineel was, ja, is de Boxster geweest, ja, natuurlijk. Ja. Toen ik deze kocht, hij onderstuurde. Ja. En het scheelde al een hoop toen ik die nieuwe banden erop heb gezet. Ja. En toen met die stijve motorsteun en de transmissie, dat scheelt ook weer. Toen dacht ik van ja, nu vind ik hem leuker sturen als de Boxster. Ja. Maar eerst had ik echt zoiets van, kut. Boxster is uiteindelijk, ja, van eigen Cayman vooral, vooral de betere auto. Dus qua balans, ja, en alles is gewoon beter. Ja, dat is zo, absoluut waar. Ik wou toen ook, als ik de Boxster nooit kapot had gereden, en ik wou mijn garage, dat wilde ik nog steeds een keer doen. En ik had een 3x2 en daarvan een 3x8 maken. Ah, ja. We zijn eigenlijk van deze motor in een Boxster, hè? Ja. Ze hebben wel echt een wolverschaalskleur gedaan. Ja, heel tof. Ja, dat is nooit van gekomen. Nee. Nu heb ik wel mijn 3x8. Maar... Ja, andere goeds eromheen. Ja. Ja, nee, het is allebei gaaf. Ja, absoluut. In een gekke wereld waarin je heel veel geld, echt heel veel geld hebt, wat... Money no object, wat wil je dan? Gek om tegen iemand van 25 te zeggen die al 911 heeft. En denk van ja, weet je, heb ik gewoon in die zin getroffen. Ja, nou, absoluut. En daar werk je hard voor, hè? Ik bedoel, ja, dat klopt. Geen jaloezie, maar bewondering. Dat is gewoon gaaf. Maar wat zeg maar, miljoenen, weet je, als je echt is. Geld geen rol. 959S. Ja. Niet de gewone 995, als het dat geld toch niet uitmaakt, de 959S. En waarom de S? Nou, die 400 pk meer. Ja. Geen enkel blok wat daarvan gebouwd is, is specifiek vermogen van. Nee. Het is allemaal met de hand gebouwd. De ene heeft 520, de andere 550, de andere 530. Ja. Nou ja, voor een auto van eind jaren 80, dat is wel een van de ultieme auto's die er toen bestond. Ja. Ook heel gaaf. Ja. Ik heb toen gereden bij Van Porsche in Gelderland, gewoon de normale 959, maar gewoon... Normaal. Ja, nee, helemaal niet normaal, maar ja, weet je, geen S. Een heel bizar apparaat in de auto. Ik vond wel echt dat hele specifieke uiterlijk van zo gaaf. En gewoon, ja, ze hebben het Dakar mee gereden. Ja, weet je, ook zo. Ook wel, gewoon wel erg grappig. Nou, leuk. Dan moet je wel terugkomen als je die... Absoluut. Mocht het er ooit voorkomen. In Tigre bij een 9S, ja. Het is ook niet de makkelijkste auto om te vinden. Nee, dat is natuurlijk ook. Ja. Heel cool dit. En hier, van deze nog, potentieel keer het onderstel. Keer het onderstel wil ik nog een keer doen. En ja, voor de rest is die wel... Mijn garage heeft nog een set remmen liggen van een 997 Turbo. Okay. Die ligt er voor de S-pots remmen. Ja. Dit is een 4-pots. Ja. Maar in principe, hij rent al vreselijk uit. Ja. En vooral die RVS remslangen ken ik ook al. Ja? Oké. Okay. Dat is ook nog een qua gevoel. Ja, ik ben niet zo'n hele dure optie. Nee. En dat scheelt wel echt voor het remmen, want je hebt nooit een fading meer. Nee, oké. Okay. Maar voor de rest, ja. Ik heb de instaplijsten, origineel waren dat van die plastic, hè? Ja. Van die verlichte RVS, instaplijsten erin gezet. En misschien nog een keer een setje kuipers moeten. Nee. Want in die box had ik ook van die sportstoelen, deed er iets in een standaardstoel, die mist net. Ja, dat snap ik wel.
Dus ja, maar ik voor als je lange afstand rijdt, dit wel lekkerder hoor dan echt van die kuipjes. Ja, vaak zeg maar een beetje zo zit. Zo. Ik zal toch, ik heb er nog nooit in gezeten, dus ik moet er eerst eens in zitten. Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende. Dus laatst kwam ik van de GT3 volgens mij tegen. Maar die was ook wel dat je dacht, ja, ze dus weten wel dat het ding wat waard zijn. Ja. Voor prijs. Nee, dat is absoluut waar. Het geluid wat je nu hoort, dat komt er van het vliegwiel af. Ja. Met die rammeltjes. Daar moet je mee kunnen leren leven. Ja. Je moet ook in zijn neutraal zitten nu. Je had de koppeling opkomen. Ja. Hoort? Ja. Dus ja, maar ja. Dat, ja. Ja. 2000 toeren hoort niet meer. En dan zie ik toch eigenlijk altijd... Nee, klopt. Het is meer... Als ik die auto niet zou kennen, zou je denken... Oh, is er iets aan de hand? Is het kapot? Ja, nou, dat klopt. Nee. Nee. En geen parkeerzorg. Nee. Die van mij wel. Kijk. Verschil moet er zijn. Dankjewel, man. Ik vond het tof. Het gaat me geld kosten, want hier zitten leuke dingen op deze auto. Klik allemaal op de banner, op de video's en zo. En stuur gewoon geld, want ik heb het zo zwaar. Helemaal niet. Dankjewel voor het kijken. Onzin, hoeft echt niet. URL hieronder kan je opgeven. En wij zijn altijd benieuwd. Alle auto's. Dus stuur het in. Dankjewel voor het kijken.